Hey mensen, welkom bij deze TikTok samen met mijn lief. We gaan een Q&A doen. Ik heb de eerste vraag is voor ons. Met wie ben je samen? Met Steve. Met Stef, mijn liefje. Dat is hey Steve, I love you, dat moet ik niet weten. Heb je een lief op dit moment? Ja, die is in die moment ernaast mij. Wil je het eens laten zien, mensen? Voilà. Gadverdamme. Hou je van Stef? Ja, ik hou van Stef. Hou je van mij? Ja. Ja? Oké, gelukkig. Wat is hier toch allemaal met die dingen, met die rare vragen? Wat is je lievelingskleur? Ja, van nu. Blauw. Bij mij appelblauw zeegroen. Is dat eigenlijk een kleur? Ja, maakt me niet veel uit. Wat is jouw seksuele geaardheid? Bedoel je dan mij het geslacht wat erop valt? Oké, ja. En jij? Oké. Hoe oud ben jij en Stef? Ik ben 21, hoe oud zit jij? 26. Oud genoeg voor samen te zijn. Wat is je favoriete smaak? Zout, zoet of zuur? Zoet. Ah, bij mij zuur. Ik hou wel van zure dingen. Ja, zuur is van mij ook goed. Hoe vertelt je aan je ouders dat je gay was? Hoe heb je het aan je ouders verteld? Ik heb dat gewoon gezegd en die hadden dat al lang door bij mij. Dus... Ja, bij mij hebben ze het ook wel... doorgehaald. Ze waren er eerst niet. Mijn papa was er wel direct tevreden mee, maar mama niet. Mijn ouders wel. Maar ja, mijn mama uiteindelijk ook, maar in het begin nog niet. Waar woon je? Dat ga ik niet in mijn neus hangen. Kijk ook niet, hè? Nee, dat ga ik niet zeggen. Ik mag dat van mijn beleid niet zeggen. Zoek je nog eens een vriendje? Nee, hè? Nee. Voilà. Wat? Oké, dat is geen vraag, dat is een raar antwoord. Wat vind je? Dat is ook geen antwoord. Raar, dat is ook raar. Hoe gaat het met Steven? Vraag is aan u. Goed. Gaat, dat is over de kerstboom. Gaan we dus niet antwoorden. Mogen fanmails sturen? Fanmails zijn zo tekeningen en zo mooi die sturen. Ja. Ja, dan naar mij wel. Ook naar u? Ja. Dat is supergoed. Dan heb ik de laatste vraag. Hoe ben je begonnen met TikTok? En hoe heb je Stef leren kennen? Dat waren twee vragen van dezelfde persoon. Ik ben sinds in corona, in de eerste lockdown, met TikTok begonnen. En Stef heb ik leren kennen in mijn eigen school waar ik gezeten heb. Ja. En dan zijn we tot februari, dat waren twee maandjes samen. En dan is het eigenlijk met elkaar. Hè? En ze hebben altijd gezegd, neem nooit je ex terug. Maar wat doet Steven? Ik was zo gelukkig met Stef dat ik toch mijn ex teruggenomen heb. Hè? Ja. Dit was de TikTok video. Tot de volgende keer.